Het gebeuren begon in een waas van geheimzinnigheid. Parkeer op het Oostereiland, loop om het glazen gebouw naar de boog van Idols. Daar werd de verzamelde pers opgewacht en arriveerde een bootje dat iedereen naar een locatie zou brengen. Nou, die locatie was het voormalig onderkomen van de Noord- en Zuid-Hollandse reddingsmaatschappij. Omgetoverd in een Idols Walhalla waar de eerste aflevering, zaterdag op tv, werd gedraaid. Laat me nu toch niet alleen, radeloos en verloren. Laat me eens je gezel zijn. Voor de presentatoren en de juryleden een drukte van belang. Iedereen wilde even babbelen. Zeker ook met Chantal Jansen, de Tegelse die inmiddels wereldberoemd is in heel Nederland. Ze was al zangeres en actrice en deed afgelopen jaar ervaring op als presentatrice van de Staatsloterijshow. Nee, dat is natuurlijk elke maand een live show, dus dat is ook al wat ervaring in mijn rugzak. Maar nu Idols, dat is natuurlijk een heel groot programma, heel belangrijk en heel erg succesvol. Dus ik ben heel erg blij dat ik dit mag gaan doen. Oké, haar Nederlands is in orde, haar Tegels dan. Het is toch opvallend. In films en op tv verschijnt nogal wat Tegels bloed. André van den Heuvel, Ben Verbon, Huub Stapel en nu ook Chantal Jansen. Ja, ja. Het ligt aan het leidingwater, hè? Het schijnt heel goed leidingwater te zien in Tegelen. Als ze dat drinken, zijn we dus heel succesvol. Dus ik zou zeggen, ging aan het drinken. Ja, helaas, het leidingwater komt nu moet tekenen, het komt heel tegenwoordig. Ja, maar ja, dat hebben ze toen in een keer gezagd. Alle gekheid om een stokje, ze mag de megahit Idols presenteren. Dat is toch heel bijzonder. Ja, dat is ook heel bijzonder. Het is een programma wat al 3 jaar heel succesvol is geweest. Heel goed programma ook. Heel veel talent is voortgekomen en heel veel leedvermaak natuurlijk ook tijdens de audities. En ik heb net al gemerkt dat de reacties waren natuurlijk geweldig in de zaal. En ik zie het zelf nu voor de 2e keer en ik moet elke keer zo hard lachen en zoveel plezier hebben we samen. Dus het is super om te doen. Wie geeft ze zelf met zijn mensen een, waarvan ze van tevoren al een zin zaten van jong, dat is een kneusje, gang in godsnaam naar hoes. Nou, ik heb er soms wel eens meute mee, want dan denk ik van ja, het liefste wil ik eigenlijk wel een beetje behoeden voor een tegenslag. Maar daar kan ze niks aan doen en iedereen moet gewoon zelf vrij meedoen. Dus ik vind ook belangrijk dat iedereen gewoon mee gaat doen en maar beoordeeld wordt. Waar komt toch dat succes van Idols vandaan? Big Brother was 1 keer groot, maar werd daarna minder. De hype rond Idols lijkt alleen maar groter te worden. Dat moet nog blijken, dat weet ik helemaal niet. Oké, het tweede jaar was het meer dan het eerste jaar. Maar of het derde jaar ook weer meer wordt, of het gaat evenaren zelfs, dat moet allemaal nog blijken. Dus dat weet ik niet. Dus dat zou je me eigenlijk na Idols 3 moeten vragen. En waar dat aan ligt, het blijft gewoon wel een goed programma. Waar het format bedoel ik dan, is heel erg goed. Simon Fuller, de manager van Spice Girls, heeft dit zo slim uitgedacht. En die 5-traps raket die erin zit, waardoor het spannend blijft, is goed. Het wordt heel goed gemaakt. Het is een enorm groot team wat werkt. Maar het werkt zo relaxed. Dat is ongekend voor een tv-programma om te zien hoe, waar toch redelijk veel druk op staat, hoe relaxed dat gemaakt wordt. Ik denk dat dat de kracht van dit programma is. Als jurylid krijgt hij regelmatig mensen voor zijn neus die werkelijk helemaal niet kunnen zingen. Hij moet zich toch wel eens afvragen, wat doe jij hier? Dat denk ik constant. Ik begrijp daar helemaal niks van. Dat vraag ik ook in de eerste uitzending, zoals je net hebt gezien. Ik vraag bij sommige mensen, doe je serieus mee? Want dat betwijfel ik dan. Want ik weet dat er heel veel mensen meedoen alleen maar om die 3 seconden op tv te komen. Nou, daar is dit programma niet voor bedoeld en die halen ook meestal de uitzending niet. Vandaar dat ik ook echt heel erg specifiek vraag, doe je serieus mee? En als ze ja zeggen, dan vraag ik me inderdaad wel eens af, maar waarom? Heb je dan nog nooit aan iemand laten horen hoe jij... Want ik ga ervan uit dat mensen dan eerst even aan hun vrienden laten horen hoe ze zingen voordat ze zich aan zo'n programma opgeven. En echte vrienden zeg je gewoon, ik zou het niet doen. Maar blijkbaar gebeurt dat niet. Nee, kijk maar. And the world, I'll turn it inside out, yeah. More than words is all you have to do. Goed, terug naar Chantal. Ze presenteert nu Idols. Wat is de volgende stap in haar nu al grote carrière? Nou ja, ik zit nu nog steeds in Beauty and the Beast. Natuurlijk ook elke dag, nog een gans jaar lang. En dat gaan we ook natuurlijk blijven doen. Dus theater blijven ook. Dus ik weet het niet. Ik heb geen glazen bol, dus ik kan niet in de toekomst kijken.
nieuwe stappen in een filmcarrière? Misschien, maar daar kan ik nog niks over zeggen.